Dennis, hoe is het met jou? Ja, zoals met iedereen. Het zijn natuurlijk best wel tijden vol angst en onzekerheid en ook verdriet. Dat maakt ons denk ik mens in wat er momenteel gaande is. Er is gewoon heel veel onzeker en dat doet ook iets met mij. Maar het zijn natuurlijk allemaal maar relatieve dingen als je kijkt wat voor een leed er sommige mensen echt in de wereld en in Nederland momenteel hebben. Jij bent echt de afgelopen week in quarantaine gebleven volgens mij, hè? Ja, ik ben wel wat verkouden geweest. Niet meer dan dat, hoop ik dan maar. Dat gaat nu de goede kant op. Dus binnenkort ga ik ook weer echt voor Rijnmond aan de slag. Ja, en dan zijn we benieuwd of we ooit nog aan die tafel komen te zitten bij FC Rijnmond. Kortom, dan moet de competitie natuurlijk weer beginnen. Hoe gaat het daarmee, denk jij? De vaderlandse competitie, wordt die ooit nog hervat? Of moeten we het hiermee doen? Nou ja, ooit gaat er weer gevoetbald worden, Peter. Laat ik die hoop op deze plek uitspreken. Maar ook echt een serieuze verwachting. Uiteindelijk gaat dit voorbij. En hoe lang dat gaat duren, dat weten we niet. Zelfs alle deskundigen weten dat niet. Maar dat het normale leven ooit weer wordt opgepakt. Dus inclusief voetbal en dergelijke. Ja, dat is zeker. Maar wanneer dat is met publiek in de stadions. Of dit seizoen überhaupt wordt afgemaakt. Dat is natuurlijk hoogst onzeker. Dat zie je ook in China. Hè. Daar wordt nu de voorbereiding getroffen voor de competitie. Zuid-Korea, we hebben daar Lars Veldwijk over gesproken, begint ook langzaam zich op te maken voor echt voetbal. Wanneer verwacht jij dat Nederland daar klaar voor is? Als je kijkt naar het stadion waar we nu in zitten. Denk jij dat de competitie wordt afgemaakt, seizoen 2019-2020? Nou, als je het mij vraagt, wordt het denk ik een heel erg moeilijk verhaal. Dat er dit seizoen in Nederland nog gevoetbald gaat worden. Er is heel veel hoop bij de KNVB en bij sommige clubs dat nog kan. Aanvankelijk zonder publiek. Ik denk dat het sowieso niet met publiek dit seizoen nog dat nog gaat gebeuren. Ik heb niet de illusie dat voor de zomer die coronacrisis al helemaal voorbij en bezworen is. Maar als je het mij vraagt, is zelfs die hoop dat er ook zonder publiek straks gevoetbald mag worden. Ja, het lijkt me denk ik gewoon een heel erg lastig verhaal. Omdat momenteel met alle maatregelen die er zijn, om dat voor elkaar te krijgen. Maar het kan nog wel, toch? Ik bedoel, we zouden, en dat horen we dinsdag geloof ik, hè, wat er precies gaat gebeuren, na 6 april, we zouden dan toch vanaf mei zonder publiek kunnen spelen, en vanaf juni, als die maatregelen voorbij zijn, zouden we weer voorzichtig met publiek kunnen spelen. Zou je denken? Ja, het zou kunnen, en ik hoop het ook, hè, dat er gevoetbald kan worden. Dat stukje ontspanning waar de wereld denk ik momenteel behoefte aan heeft, zou natuurlijk hartstikke fijn zijn als dat er weer is. Maar laten we wel zijn, die spelers, waar we jaar in jaar uit zo van genieten, zijn ook uiteindelijk mensen. En het moet met de situatie in de wereld op dit moment ook gewoon veilig zijn voor die sporters, voor die atleten, om te kunnen spelen. Het is een contactsport, er is heel veel aanraking ook in zo'n voetbalwedstrijd. Er zijn veel mensen bij betrokken. Ik zie het op dit moment eigenlijk niet zo snel gebeuren dat daar groen licht aan gegeven wordt. En ik twijfel ook of sommige spelers het uiteindelijk op dit moment nog willen. Ook daar zullen best wel onzekerheden zijn en mensen die er heel verschillend in staan. Ja, ook wel angst inderdaad. Hey, de club staat nu dus stil. Er wordt niet gevoetbald, wordt zelfs niet getraind. Hoe houden spelers zich op dit moment fit? De Feyenoorders, de Spartanen? Ja, op onze website hebben we het ook kunnen zien. Hè? Trainingsfilmpjes van regiosporters en dus ook voetballers. Hoe ze zich in hun tuin, in hun eigen huis, hoe ze zich dan toch fit houden. Zo goed en kwaad als het kan. Mooie initiatieven. Goed ook dat ze dat doen. Het geeft de professionaliteit aan. Alleen laten we wel zijn, het is toch iets anders. Zeker voor voetballers als met die hele groep op het veld staan. Met de bal trainen, tactische trainingen, noem maar op. Daarom is er natuurlijk ook al aangegeven dat zelfs als er weer getraind mag worden, dat dat niet betekent dat er ook direct weer wedstrijden gespeeld kunnen worden. Daar gaan echt weer wat weken overheen. Ja, en bij de kleine clubs, daar zijn nu ook financiële zorgen. Hè? Want een tijdje niet voetballen, dat heeft een financiële consequentie voor die clubs. Ja, hoewel de meeste clubs wel aangeven dat op dit moment die financiële zorgen nog wel meevallen over dit lopende seizoen. De meeste clubs maken zich vooral zorgen over de lange termijn gevolgen van deze coronacrisis. Hè. Veel sponsoren, veel investeerders zijn toch even met andere zaken bezig. En dat gaat waarschijnlijk ook wel blijvend zijn. Hè. Berichten over een recessie die er misschien aankomt. Ja, dat gaat indirect ook weer zijn weerslag hebben op de voetbalclubs. Ja. Op hoeveel geld daar dan binnenkomt.
Ja, dan kijk je naar hoeveel krimp je in Nederland gaat ervaren. Er zijn vier scenario's geschetst, geloof ik, door het Centraal Planbureau. En drie daarvan schetsen een erger scenario dan de crisis van 2008-2009. Dus dat belooft niet veel goeds inderdaad voor die bedrijven. Wat nog wel interessant is misschien, is die transferperiode die misschien opgeschoven gaat worden. Daar werd over gesproken. Daar wordt nu een scenario voor bedacht. Hoe Ja. reëel is dat? Ja, het opschuiven van de transferperiode is misschien toch wel reëel. Kijk, iedereen, alle clubs zitten natuurlijk in hetzelfde schuitje. En bij al die competities in alle landen is er wel de wens dat er uiteindelijk weer gevoetbald wordt. Dat die competities worden afgemaakt. Anders dan worden de problemen echt gewoon heel groot. Ja, je kan je voorstellen dat het probleem wat er nu is met 31 januari en spelers die van de ene naar de andere club overgaan. Dat daar toch iets aan gedaan wordt. Het is in zekere zin ook een papieren probleem. En als iedereen solidair is, wat ik zeg, iedereen zit in hetzelfde schuitje, ja, dan valt daar, ook met hulp van de FIFA, misschien wel iets aan te doen. Dat die transfers worden opgeschoven, waardoor de ruimte is eventueel om zelfs in juli nog te voetballen. En dan praten we toch weer over een ander scenario, dat misschien toch weer iets realistischer is. Ja, dan kijken we nog even verder. Zien we ook dat John de Wolf recentelijk heeft verlengd met Feyenoord. Dat is denk ik goed nieuws, in ieder geval voor hem. Ik weet, ja, wat zijn aandeel is in het succes is moeilijk te bepalen natuurlijk. Maar ja, we wachten nog met spanning op Dick Advocaat, hè. Gaat hij tekenen of niet? Of weten we inmiddels Ja, meer? weet je, normaal gesproken op dit moment, dus zo'n beetje eind maart, was het Ja. nieuws naar buiten gekomen. Met waarschijnlijk een hele ludieke, mooie, ronkende video erbij. Dat Dick Advocaat ook volgend seizoen de trainer van Ja. Feyenoord zou zijn. Normaal Ja. gesproken was dat nu aangekondigd. Ja. Dat staat natuurlijk ook even on hold nu. Alles is onzeker. Hoe eindigt dit seizoen? Waar stroomt Feyenoord dan in Europa? Wat gaat er op transfergebied nu gebeuren? Hè? Want Advocaat had wel. Wat wensen, wat eisen op dat gebied. Wil echt een gooi naar de titel kunnen doen met die selectie van Feyenoord. Gaan er juist minder spelers weg nu met alle onzekerheid? Of Ja, gaat dat ja. nog door? Dus ja, ook dat, het besluit van wat advocaat gaat doen, is een van de vele onzekerheden in het leven momenteel. Ja, en die coronacrisis, Dennis, wat denk jij? Gaat die nog invloed hebben op Feyenoord City? Ik heb contact gehad ook met mensen van Feyenoord City. Vooralsnog, zoals velen, wordt er thuis doorgewerkt. Het zijn ook plannen die op papier gemaakt moeten worden. Hè. Architecten die daarbij aan het werk zijn, bij aanpassingen die gedaan moesten worden. Om uiteindelijk richting een technisch ontwerp te gaan. Dus ja, dat gaat door. Maar ja, wat de impact uiteindelijk is op de bouwwereld. Op tal van andere sectoren die betrokken zijn bij zo'n groot project. Ja, ook dat is nu gewoon heel erg onzeker en onduidelijk. Vooralsnog, op dit moment zorgt de coronacrisis nog niet voor een nieuwe vertraging of iets dergelijks. Maar ja, je kan je voorstellen, afhankelijk van hoe lang dit gaat duren en de impact die er sowieso wereldwijd is door het coronavirus, ja, dat ook Feyenoord City daar natuurlijk uiteindelijk wel hinder van gaat ondervinden. Kan bijna niet anders, zou je zeggen. In Nee. deze tijd. Het heeft effect op iedereen, dus het zal ongetwijfeld daar ook effect op hebben. En er waren al zoveel vertragingen natuurlijk. Ja, Dennis, dan vragen we ons natuurlijk toch een beetje af. Volgens mij ben jij nu onderdeel zelfs van de redactie van Rijnmond. Wat gaat Ja. Rijnmond de komende tijd nog aan sport doen? Of ligt het gewoon echt even stil allemaal? Nou, dat staat natuurlijk op een heel erg laag pitje. We volgen sporters, we blijven ze volgen. We blijven het Feyenoord-nieuws volgen, het Sparta-nieuws, het Excelsior en Dordrecht-nieuws, uiteraard. Alleen dat nieuws is er nu even niet zoveel. Er wordt niet getraind. Alles ligt eigenlijk een beetje op zijn gat, omdat in de sportwereld niemand weet waar hij aan toe is. Voor de sportverslaggevers van Rijnmond, waaronder ik zelf dus. Betekent dat wij op dit moment volstrekt logisch ook bijspringen, ook bij de nieuwsredactie, waar tal van verhalen nu te Ja. maken zijn. Want als Rijnmond zijn we erbij, wat er ook gebeurt. En zeker ook in deze tijden als rampenzender. Hopelijk worden we dat uiteindelijk niet officieel en blijft het binnen de perken. Maar mocht dat zo zijn, dan spring ik als sportverslaggever uiteraard gewoon bij als nieuwsverslaggever. Ook sport is ook nieuws trouwens wat dat betreft. Nee, dat is ook zo inderdaad. Nou, Dennis, dankjewel voor de update. En jij Yes. blijft nog even in quarantaine, veilig, stay home, hè? Ja, als het niet hoeft, dan kom ik niet buiten, zeker. Heel goed. Oké, blijf er maar dan. Zie je later. Jo.